ben Elle Kroonen, kinderlongarts hier in het CWZ met speciale interesse voor de kinderallergologie. Ik ben sinds 2017 werkzaam hier, aanvankelijk nog als kinderlongarts in opleiding, maar sinds 2019 in vaste aanstelling als kinderlongarts. Je dag kan beginnen met een kind wat geboren wordt en door luchtwegproblemen in de problemen is. Het kind op de eerste hulp wat je opneemt met een gecompliceerde longontsteking die op de afdeling wordt opgenomen. En een kind wat je op de poli ziet en vervolgt vanwege zijn astma. En die je na jarenlange behandeling uitzwaait op zijn 18e. En dat maakt dat ik het als kinderarts het brede van het vak heel erg leuk vind. Maar waarbij je als kinderlongarts net dat extra steentje kan bijdragen aan de zorg, de specifieke zorg voor die patiënten. Wat ik heel bijzonder vind en wat we eigenlijk ons altijd moeten beseffen, is dat de ouders hun dierbaarste bezit aan jou toevertrouwen. Het kind is juist heel puur en oprecht. Moet vaak even de kat uit de boom kijken, dus daar moet je echt het vertrouwen van winnen. En dat voelt goed als je dat vertrouwen meteen wint. Maar ook als je op een gegeven moment als het kind de kamer uitloopt, dat je toch die high five krijgt. We denken van nou, dat eerste vertrouwen is toch gekomen en dat is een mooie start voor een verdere samenwerking. Lukt het om even rechtop te zitten? Laten we eens even luisteren. Bij ouders probeer ik vaak naast ouders te staan. Het is natuurlijk een onzekere periode vaak voor ouders als ze met een kind in het ziekenhuis komen. Dus door juist naast de ouders te gaan staan en hen laten voelen dat je er voor hen bent en dat het kind in goede handen is en je de beste mogelijke zorg wil leveren, denk dat de ouders ook wel dat een goed gevoel geeft. Dus dat contact met zowel kind en ouders maakt het vak extra bijzonder. Ja.